Goedendag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat een groot deel van het land nog met bewolking te maken heeft. En er trekken ook nog een aantal buien over het land, met name over het noorden en oosten. In de loop van de ochtend gaan de meeste buien wegtrekken en dan klaart het vanuit het westen breed op. Vanmiddag is er geregeld zon en op de meeste plaatsen blijft het droog, maar in het noorden en in het noordoosten kan misschien nog een enkele bui tot ontwikkeling komen. Door 22 of 23 graden. Verder staat een stevige wind uit zuidwestelijke richting. Matig boven land en aan de zee krachtig. Vanochtend soms zelfs hard. Windkracht 4 tot 7. Vanavond neemt de wind beduidend af. En dan hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen bij een graad of 18. Morgen belooft een erg natte en wisselvallige dag te worden. Het is wel opvallend warm. 21 tot 25 graden lokaal. Maar er valt stevige buien. Ook met kans op onweer. Vooral in de middag is af en toe ruimte voor de zon. Maandag, dinsdag en woensdag blijft het wisselvallig met elke dag wolken, zon en een aantal buien. Maandag, vooral buien in het binnenland. De middagtemperatuur ligt zo tussen de 18 en 20 graden. En daarmee is het toch enigszins aan de koele kant voor half augustus. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.